Dat wou ik even laten horen, want we hebben het motherfucking gefixt. Nu al, binnen fucking 3 minuten of zo. Check this shit out. En hoe hebben we het nu gefixt, Milan? Wie heeft dit bedacht? Wie heeft dit bedacht? Oh ja, ik was gewoon, ik was een beetje te noob. Ik heb het zelf bedacht. Fuck you! Nee, Enzo heeft het gedaan. Oh yeah. Oh yeah. Ik heb gewoon mijn spierballen gebruikt en dit gewoon fap zo erop geslagen. Zo. Ja, maar dat is niet eerlijk, want jij hebt spierballen. Oh, ik werk er hard voor. Oh, ik werk ook hard voor spierballen, maar 24 uur 7 fappen werkt niet. Oh nee. Blijkt maar weer. Ja. Dat blijkt maar weer, hè? Nou, dan heb ik de hele brochure met dat fucking fappen helemaal verkeerd gelezen. Dit is wat fucking grappig, joh. Ik moest hier D en A. Nee. En deze palen waren F. En dit was A. En wat houdt dat in allemaal dan? Ja, dat snapte ik dus ook niet. Want hier heb je dubbel D's, dus daaronder. Daar heb je dubbel D. Ja. Maar en eerst dacht ik. Dubbel A. Wacht even, jongens. Ik ga er vandoor. Oh man. Maar eerst dacht ik. Dit lijkt wel zo'n schoonspringding, weet je? Waar je zo aan gaat hangen. Ja, waar je moet hangen. En dan moet je alle kanten. Alsjeblieft, doe dat eens voor, want dat is gewoon iets je wat. Kan hier echt niet op wat steken. Net niet stevig genoeg is, waardoor je een geniale blooper krijgt. Zoiets is het. Wacht even. Film alleen die stang. Ja? Ja. Film alleen boven die stang. Wacht even. Kan ik uw bestelling opnemen? En we hebben ook. Een mini strijkplank ding. Waar? Oh, die heb ik beneden. Haal die. Oh, heb je die net naar beneden? Ja, die hadden we. Oh man. Dat is een geniale survival. Waar heb je die gelegd dan? Bij de wasmachine. Oh, oké. Dat is echt een geniaal vakantiedingetje. Ik had hem al laten zien in een vlog. Maar dat is geniaal. Dus Pet trouwens, die staat mij niet helemaal. Die is van Enzo. Maar hij staat mij niet helemaal. Vind ik zelf. Als ik zo kijk naar mezelf, denk ik, nee, wat een mogol. Oké, gaan we even kijken. Oh, tyfus. Gaan we even kijken of Enzo er al alle dingen heeft gefixt. Yo, hij is ook vet handig mee te nemen. Heb je hem? Heb je hem? Hij is vet handig mee te nemen ook. Maar kijk hoe fucking geniaal. Ja, zet hem eens neer. En zo gaan we strijken. Hé, er is hier een strijkijzer ergens achter jou, man. Ja, die heb je hier toch? Fuck. Ook al. Ik ben. Ja, ik weet niet meer waar die is. Ook. Ergens in deze rotzooi. Oh, kijk dit! Oh, Milan! Oh, dat gaan we even bekijken. Oh. Seksboekjes. Chick staat er ook nog bij. Oh nee, chic staat erbij. Chic. Oh man, ik zit in de verkeerde doos weer te gaan doen. Oh, Milan! Milan! Oh nee toch! Stoute Milan! Oh nee! Oh nee! Diederik! Die heeft er niks mee te maken. Oh, dit is wel grappig. Dit was vroeger mijn agenda. En ik vond het fucking cool. Ik vond het echt stoer om zo'n soort agenda te hebben. Om van die fapplaatjes erin. En ik vond Roy Oortjes altijd wel leuk. Ja, ik vond het cool, man. Kijk, vakantie. Oh yeah. Dit is van welk jaar is dit? Staat het er ook bij ergens? Oh hier, 2003, 2004. Jezus Christus, dat is al 10 jaar geleden. Hoe oud was ik toen? 11. Ik moet even wat pakken. 12. Je wat? Wat? Ik weet niet. 10 of 11 of zo was ik, geloof ik. Zoals shit hier zo. Maar er ligt hier ergens een strijkijzer. Ja, ik heb alles gezocht. Ik kan hem niet vinden. Er is ergens hier een strijkijzer. Maar jij had een nieuw meegekregen, toch? Oh, waarom heb ik dit nou weer? Oh, kijk nog eens. Is dat verkeerde gewoon nog weer wax. Dat heb ik overal. Zo. Maar dit is. Oh, nice. Oh, dat doort. Dit is de strijkplank. Dit is moet je je voorstellen dat Milan, dan als hij was heeft, dan zet hij dit zo neer. En dat gaat niet zo natuurlijk, nee, dat gaat zo verzitten. En dan. Gast, hoe moet je. Normaal met een strijkplank moet je hier iets onder doen. En een shirt moet je hier
binnenste buiten. Maar dat kan toch? Je omheen doen. Daarom zitten die dingen daar onder. Wat, dan doe je deze zo. En dan? Dan klap nee, je moet die openklappen. Ja, nu heb ik hem open. Hé, hey, jij bent er ook. Ja. Oh, nee. Wat is de camera? Nee, curry shirt. Maar hoe wil je dit nu doen? Als ik hier een shirt omheen doe, dat kan niet door dit. Gast, dat kan wel. Je moet alleen niet het shirt volledig eronder doen. Oh, een klein stukje. Ja. En gewoon vasthouden. Ja, dat is het dan. Dat kan echt wel. Wat is er, Vincent? Oh, mag ik wel komen nu? Ja, je mag best wel komen. Hallo, dit is een vrij huis. Dit is vrij Nederland. Ik heb maar even een shirt aangetrokken. Komt niet eens door een shirt. What's up? Ik wou het vragen. Ja, het lijkt net of jij in zo'n gigantische... Wacht, het lijkt of jij in zo'n gigantische... zo'n box, zo'n boom, baby... Hoe noem je dat? Zo'n babybox. Ja. Ja. Zo'n narcose? Nee, narcose. Onder narcose in een babybox. Zo'n maxicose is dat toch? Een maxicose. Dat is Nee, maxicose, dat is een klein ding, gast. Wat is het dan? Wat is het dan? Een babybadje. Badje. Het is gewoon een babybox. Wat heb jij voor babystrijkplank dan? Ja, voor de babybox. Voor de babykleur. Wat wil je nou zeggen? Sorry, ik onderbrak je. Ik wou vragen of jij de slaapzakbad, nee, de... Slaapzakbad? Ja, het luchtbed had. Oh, was dit? Ja, we moeten nog even zoeken, man. We zijn nu die shit aan het opruimen allemaal. Oh, jullie zijn gewoon al je prehistorische... Ja, we deden een strijkijzer tutorial. Ik heb nog een strijkijzer bereikt, maar... Hey, Vincent, ik heb nog wat voor je. Oh, okay. Kijk, alsjeblieft. Alsjeblieft. Heb je mijn boekje al gelezen dan? Ik had je ook een boekje gegeven. Wat voor boekje? Dit mag je zeker niet aan de camera laten zien. Vind je het mooi? De geschiedenistoets, goed leren. Het ging om de plaatjes, sukkel. Naar Assen, vakantie. Oh yeah. Oh ja, laat zien, waar staat dat? Hier staat dat? Geschiedenis, goed leren. Waar? En hier staat naar Assen. Kijk. Oh ja. Fucking nice. Oh ja, Assen. Toen wonen we nog in Den Haag, ja. Ja, echt nice. Heb je... Oh, er zitten zelfs geheime kaartjes in. Oh. Wat staat erin? Hmm. Oh, niks. Hier. Hey, ik zit even te gauwen. En ik vind meteen een slaapzak. Ik bedoel... Luchtbed. Heb jij een slaapzak nodig of luchtbed? Luchtbed. Het is een slaapbedje. Spreekbeurt, Milan. Je hebt een 8. En voor je boekbespreking ook. Dit is een slaapbed. Het staat echt leuke dingen, Milan. Het ging om die plaatjes. Maar jij vindt het geschiedenis van mij leuker dan een plaatje. Er staan ook andere dingen in. What the fuck? Ja, hier. Een slaapbed. Hoe vind je deze talies? Help. Vind je het cool? Help! Dat is goed, hè? Milo, die hapen gevangen! Dat is handig, hè? Ja, maar dat zijn leuke mooie oortjes. Ja, dat dacht ik. Hey, Vincent. Vincent the pervert. Naar welk tijdperk wil jij? Dan blaas ik jou daarheen. Oh, damn! Ik stel het even in, naar welk tijdperk wil je? Ik was net mijn doos aan het uitpakken en dan heb ik Back to the Future. Oh, dus als je die komt, wil je daarheen? Wil je daarheen? Dan gaan we helemaal terug naar de toekomst. Oh, nu moet ik naar beneden lopen. Ja, dan moet je ineens weg zijn. Oh, oh. Wacht, nog een keer, man. En die vijfde pet komt niet, want nu komt de outro. Later! Damn, son.